Wat is jouw gevoel, Arie, na deze wedstrijd? Ja, dat is mijn gevoel. Het is op dit moment een beetje moeilijk. Als je ziet 4-1, denk je dat je eigenlijk helemaal bent weggespeeld. Maar eigenlijk ben je gewoon weggekanterd. Ik denk dat je vooral de eerste helft, misschien van de 45 minuten, 40 minuten lang de bal hebt domineerd. Maar ja, de bal verliezen en dan goed staan hoort ook bij het voetbal. Dat stond er niet aan, waardoor het heel makkelijk 2-0 staat bij rust. En dan de tweede helft is in de rust tegen elkaar. Het kan nog wat echt het gevoel dat we dat nog gelijk kon worden, misschien om kunnen buigen. Omdat zij niet zo vond ze niet echt. Dat ze ons helemaal wegspeelden, heel veel kansen verkeerd. De eerste helft krijgen we ook twee kansen. Van Bruno en ik, ja, die missen we. Zij scoren de tweede. Ja, bij de tweede had je nog hoop. Maar kijk, als het, zeg maar, we maken de tweede helft, maken we zelf een fout. En daar wordt het vaak zijn een derde, maar anders blijft het heel lang 2-1. En dan blijven we geloven in het gelijk maken. In hoeverre misten wij. Maar ja, zo be het. Het is jammer genoeg niet zo gegaan. Ik had eigenlijk één woord. Je hebt een lange samenvatting gegeven, maar ja, effectiviteit volgens mij, hè? Weggekanter, effectiviteit, een lesje. Ja, wat doe je eraan, hè? Ja, wat doe je eraan? Je weet dat ze daar goed in zijn, alleen zoals ik al zei, het stond niet goed als we de bal verloren. Ja, Rob, voor dit jaar, 2015, nog geen thuisnederlaag voor Willem II. Belangrijke wedstrijd om plek 8. En dan, ja, ik denk een kater, dat je er een over had. Ja, inderdaad. We hadden goed gevolg begin van de wedstrijd. We wilden echt de wedstrijd winnen en voor die achtste plek gaan. Daarom is het wel zeker wel sturen. Ja, die achtste plek kan natuurlijk nog altijd, maar ja, dat is nu wel heel moeilijk, hè? Ja, absoluut. Zolang het theoretisch mogelijk is, moet je ervoor strijden. Dat zullen we zeker doen. Maar is het vertrouwen er nog? Gaan we vanavond toch van een flinke mogenslag, denk ik? Ja, absoluut. Vertrouwen is zeker. Dat is denk ik ook een sterk punt van dit elftal, van dit team, van het hele team. Wij blijven vertrouwen houden, zoals we zeiden. Zoals het zolang het theoretisch mogelijk is, zullen we er al aan doen. Zelfvertrouwen is niet aangetast, maar het is toch wel, ja, grote cijfers in vier. Nee, zeker niet. Zoals ik al zei, cijfers zijn wel grote cijfers inderdaad. Maar ik denk niet dat het spelbeeld kan vergelijken.